Kruiswijk is er nog niet bij. Zoals het er nu naar uitziet is Miasca is de kans klein dat hij gaat beginnen of gaat spelen, want die is ziek vandaag nog. Dus ja, morgen de wedstrijd, dat is een beetje kort op. Is er nog meer? Ja, schorsingen, Matafs, dat zijn ze. Van der Werf is dan een logische vervanger voor Miasca, die dus ziek is? Ja, dat klopt. Hoewel we wel een keuze kunnen maken tussen Miasca en Oude Kotte. Die zijn wedstrijden die hij heeft moeten spelen, het naar behoren heeft gedaan. Is ook nog een linkspoot, dus dat is nog misschien iets waar we nog even over nadenken. Maar in principe Van der Werf met zijn ervaring en de weg die hij heeft af moeten leggen, ja, is natuurlijk wel ook misschien wel een logische keuze. Hoe dicht zit de nieuwe Rus Karavajev tegen een basisplaats aan? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog wat meer wil zien. Hij is natuurlijk vrij kort bij ons. Maar is wel een speler die op beide kanten behoorlijk uit de voeten kan. Rechtsback, linksback, ja. Ja. Dus hij zit er dicht tegenaan. En ik heb wel tegen Venkje gezegd dat hij nu een serieuze concurrent heeft. Ja. En niet dat Lelyveld dat niet was, want die heeft het ook eigenlijk naar behoren gedaan. Maar het is een goede speler en met name aanvallend behoorlijk. Ja. Ja, ik denk dat wij de goede weg zijn ingeslagen naar boven toe. En ik denk dat Feyenoord wel een van de betere wedstrijden van ons was. Misschien niet qua voetbal altijd, maar wel de strijd die we op de mat hebben gelegd. En het ging soms wel eens gepaard met goed voetbal. Ja. Is dat denk je bewust zo gegaan, zoals jij het omschrijft, of had dat gewoon met vorm te maken? Nou ja, ik kan denk ik het best voor mezelf praten daarin. Met mij had het toen wel met vorm te maken. Ik had het een tijdje moeilijk, daarom heb ik ook 3-4 wedstrijden op de bank gezeten. En ja, je probeert dan weer terug te vallen in je oude patroon en misschien de dingen iets minder doen dan dat je normaal doet. En dan probeer je weer om de juiste vorm te krijgen en ik denk dat nu wel redelijk gelukt is. Terug naar de basis, simpel houden, simpel spelen of doe je andere dingen? Ja, ik denk dat er ook mee te maken heeft. Hoe beter je in je vel zit, hoe moeilijker dingen je kan gaan doen. Vaak gaat het dan beter. Alleen je moet niet te simpel spelen, want dan heb je er ook niks aan, denk ik. Dus je moet een middenweg vinden. En volgens mij heb ik die nu redelijk gevonden. Het is wel interessant, zo'n proces. Hoe je daar dan als voetballer, denk ik, mee bezig gaat, ook met jezelf. Ja, je bent eigenlijk constant aan het nadenken van, ik kijk de wedstrijd terug van, ja, wat doe ik hier verkeerd of wat doe ik goed? En wat zou ik kunnen veranderen? En mijn vader helpt erbij en mijn zaakwaarnemer. Dus die zijn ook kritisch op mij en dat vind ik belangrijk. Want een voetballer speelt nooit 34 goede wedstrijden in één seizoen. Dus nee, dat hoort erbij. Dan zitten jullie met z'n drieën, jouw vader, je zaakwaarnemer en jij, te kijken? Nee. Meestal kijkt mijn vader en de zaakwaarnemer gewoon de wedstrijd op zich. En dan krijg ik daar de commentaren wel van terug, hoe wat waar. Dus. Is jouw vader jouw klankbord? Ik denk wel dat ik dat kan zeggen. Hij is heel realistisch in het kijken van een wedstrijd. En het is heel makkelijk om van je zoon te zeggen dat hij de beste is. Maar ik denk niet dat ik daar wat aan heb. Ik vind dat hij mij daarin heel goed steunt. En zegt wanneer ik niet goed speel. En ook wel zegt wanneer ik het wel goed doe. Dus dat is wel belangrijk. Jouw grootste fan? Ja, samen met opa denk ik wel, ja. Altijd op de tribune ook? Nee, opa niet meer. Vroeger wel heeft hij me overal naartoe gebracht en overal wezen kijken. En nu kijkt hij vanuit huis.